Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar de GPTV. Oud-wereldkampioen allround schaatsen Annie Vriesinger opende donderdag haar eigen winkel in Sneek. Small Heroes heeft een breed assortiment dat gericht is op kleine kinderen. Naast kleding verkoopt Annie in haar shop meubels, kinderwagens en accessoires. Het is niet de eerste winkel voor de oud-schaatster, eerder opende ze al een filiaal in Salzburg. Annie, vandaag je winkel geopend in Sneek, ja, een total concept store. Wat houdt het precies in? Het is een soort een boutique voor kinderen, maar eigenlijk ook voor iedereen die van design houdt en stoere kleding. Even wat anders, maar ook voor paakjes en peppers. En ook voor moeders en ouders en papa's. En we hebben een focus op Scandinavische merken, maar ook Nederlandse merken. Natuurlijk Imsen Elfs en Bergsten Larsen. We hebben meubels, we hebben kleding, we hebben auto's. Stoeltjes, we hebben kinderwagentjes. Ja, meubel, die worden echt op hart en nieren getest. Beddengoed, je hebt eigenlijk alles hier wat je van kindje nodig hebt. Ja, dus ze zegt alles, hè? Van alles, ja, van nul, dus als ze net geboren zijn, tot 12 jaar circa. Je hebt volgens mij al wat ervaring in winkels, want volgens mij heb je nog een winkel. Ik heb in Salzburg een winkel, dat was de eerste. Daar ben ik knap... 3 maanden geleden begonnen. Dat loopt heel goed. Dat is ook hetzelfde als hier, maar wel veel kleiner. Ook in de oude deel van de stad. Zelfde merken. En zo heb ik dat toen ingekocht. En iedereen van de merken zegt, je bent nog vaak ook in Nederland, in Friesland. Daar zijn we nog niet. Dus heb je niet zin om hier ook een tweede winkel te openen? Ik zei, twee in één keer? Proberen, hè? Ja, dus vandaag zijn we open en... Het is leuk, ja. Is het een bewuste keuze om in Sneek te gaan zitten? Nou, het was wel de planning om in Friesland te zijn of in Noord-Nederland. En ik vind Sneek een heel mooie winkelstad ook. Zeker, Leeuwarden is groter. Heb je meer mensen die daar wonen. Maar Sneek is ook heel toeristisch. Ik gok een beetje ook op de Duitse toeristen die hier soms voor het zeilen komen. En een vakantie hier doorbrengen aan het mooie IJsselmeer en de Sneekermeer. Daar gok ik ook een beetje op en het is ook dicht bij ons thuis, dus vind ik mooi. Ja. Je noemde net al even die Duitse toeristen. Ik neem aan dat je natuurlijk ook op die naam Annie Vriesinger wil afkomen. Ja, dat helpt natuurlijk. Dus als ik interviews doe of op een beurs ben en zo, dan kan ik natuurlijk dit ook gebruiken en reclame maken. Of ja, jullie zijn nu ook hier, dus dat is een win-win situatie. Ja. Het heeft altijd een aanloopperiode nodig, dat mensen je weten te vinden en het ook leuk vinden. Dus ik ben benieuwd, het zijn wel heel uitgesprokene designs, maar het gaat om het mix en match. Dus. Ja, het is wel het hogere segment, heb ik het idee. Het is mid-segment, een beetje hogere segment, maar het is kwaliteit. Bij de autostoeltjes en kinderwagens zijn wel de beste, de testziegers die we hebben. Die merken die wij hier hebben, dat is biologisch katoen. Het zijn meestal kleine merken die sinds 5 jaar eerst op de markt zijn. Het wordt grotendeels in Europa geproduceerd. Nou ja, dan kom je op een andere prijs dan bijvoorbeeld dan bij HEMA of bij CNA. En daarmee kan ik niet concurreren. Ja. En hoe ben je eigenlijk hier zo bij gekomen? Want je kan natuurlijk alle soorten winkels beginnen, lijkt mij. Waarom juist dit? Ik vond het eigenlijk heel erg leuk als ik nog schaatste, van concept store voor volwassenen te doen. Maar was kindheid aan, hè? Topniveau schaatsen, dat ging niet. En nu was zo met de kinderen. Ik heb nu 2 kinderen, 2 dochters. En ik werk ook voor hip babyvoering. Ik was nu helemaal in dit segment thuis. En mijn broer en zus die leven in Scandinavië. En ik heb zoveel leuke kleding van hun gekregen. Maar ik wil het ook voelen. Niet alleen op internet bestellen. En weten waarom kost het meer. Waarom, en ook de designs. Dus doe ik mezelf. Ja. Ja, zo. Was er nou ook iets waar je toen je rondjes, 32 schaatste, dit al in het hoofd had? Nee. Nee, sinds 1 jaar is dat idee hoog gekomen. Ja, en dan werk je aan. Doet een businessplan, doet begroting. Je bekijkt wat voor merken wil ik, wat past bij elke show. Nou, ik vind het een hele mooie winkel. Ik wens je heel veel succes en goede zaken. Ja, kom langs. Het giet on, hè? Zeg in Friesland. Ja.